Jan Teunis, hoofdkinesitherapeut, KRC Genk. Mijn taak als hoofdkinesitherapeut is vooral dat alles medisch vlot verloopt. De spelers komen bij mij of bij collega's met klachten. En dan is het aan ons om in te schatten van wat gaan we hiermee doen? Is dit dringend? Moet de dokter ingeschakeld worden? Moeten we hiervoor specifiek gaan behandelen? Moeten we doorsturen voor beeldvorming en dergelijke? Dan is het ook mijn taak om te communiceren enerzijds met de dokter, die niet altijd op de club is, en anderzijds met de technische staf en de hoofdcoach. Een tweede deel van mijn taak is eigenlijk dus een planning en coördinatie voor heel het medische team. En ons team bestaat uit 2 artsen, 3 kinesitherapeuten, een osteopaat, 2 masseurs, een pedicure en een diëtiste. En die hebben allemaal hun eigen tools, hun eigen specialisaties. En het is een deel van de taak van mij om te zorgen dat de speler op het juiste moment bij de juiste persoon terechtkomt en dan opgevolgd wordt. Iedere revalidatie is eigenlijk maatwerk. Als een speler langdurig geblesseerd is, tekenen wij een plan uit om de speler terug speelklaar te krijgen. Dus een speler wil zo snel mogelijk terug fit zijn, maar soms moet een speler ook afremmen. En als we dan op basis van een aantal testen kunnen verklaren waarom dat we die speler tegenhouden. Want we willen natuurlijk geen onnodige risico's nemen. En daarom is het ook belangrijk is dat we dit altijd overlegd hebben met de technische staf. Dat zij ook een duidelijk beeld hebben van dit is het moment waarop een speler terug fit gaat zijn. Voor de wedstrijd zijn we altijd aanwezig met 2 kines en 1 masseur. En dus de spelers die komen dan voor de wedstrijd nog bij ons langs voor massage, een behandeling of voor een teken. Tijdens de wedstrijd scannen wij eigenlijk voortdurend het speelveld. Kijk eigenlijk naar signalen die de spelers uitstralen van heeft hij ergens last of heeft hij ergens misschien een contact gehad. Dus als er ergens een overtreding gebeurd is, wij zullen niet meteen het spel altijd volgen, maar eerder de speler in het oog houden van hoe beweegt hij en heeft hij misschien ergens pijn. Wat de job het boeiendste maakt is dat je al in een team kan werken, zowel als medisch team, maar ook het grotere geheel, de hele ploeg. En dan eigenlijk naar wedstrijden toe presteren, naar prijzen pakken eventueel. En anderzijds het werken met de spelers die uit revalidatie komen, die uit blessure komen, die terug klaar krijgen voor de wedstrijden. Dat zij terug eigenlijk kunnen doen wat ze het liefste doen. En dan ons ook wel dankbaar daarvoor zijn. Dat is eigenlijk wat de job heel mooi maakt.